Welcome. Laat de muziek je diep ontspannen. En laat alle gedachten afdrijven naar het licht van de maan. Je ogen zijn gesloten en bereid je voor om je te verdiepen in de levendige transformatie van de bestemming van je ziel. Op de dag van 29 september, de dag dat ik 70 werd en ik de beste toekomst verwelkom die zich nog mag manifesteren, nodig ik je uit om je voor te stellen dat het je wedergeboorte is op deze dag van de oogstvolle maan. Je bent nu verbonden door tijd en ruimte met het hemelportaal van de 29e september oogstvolle maan. Voor jou dag van transformatie. En om de beste toekomst te verwelkomen, die zich nog moet manifesteren. Dit is jouw gouden tijdlijn, waarop jij je op je best voelt, de grootste impact maakt, en waarop je de meest authentieke versie van jezelf bent. De versie die jij je nu mag voorstellen. Op deze gouden tijdlijn ben je verbonden met alle anderen op hun gouden tijdlijn, die samen met jou de gouden eeuw van vrede, welvaart en authenticiteit creëren voor vele generaties na ons. Stel het je voor, voel het, co-creëer het, keer op keer, tot het geworteld is in het collectieve bewustzijn en de morfogenetische velden van de nieuwe opstand van onze gouden tijdlijnen die samensmelten tot één. Elke keer dat je naar deze audio luistert, zul je door hetzelfde portaal gaan, omdat er geen tijd in het universum is. Elke keer zal het effect sterker zijn en krijg je een upgrade naar het volgende niveau van het manifesteren van je gouden tijdlijn en de collectieve wereld waar we deel van willen uitmaken. Stel je in het nu voor dat je op de astrale rand staat, terwijl je zachtjes in en uit ademt. En met elke ademhaling laat je alle spanning in je lichaam en geest los. Rol nu je ogen op alsof je in je hoofd probeert te kijken. Stel je voor dat je nu ook verbonden bent met het nieuwe begin. En rol je tong op. Raak het plafond van je mond aan.
geef je pijnappelklier energie. Je kunt nu beginnen met het absorberen van de volle maan oogstintentie. Met mij herhaal je zachtjes de woorden in jou. Ik stel me open voor diepgaande verandering. Kosmische energieën uitnodigend om te resoneren met mijn eigen DNA. Ik geef toestemming aan de welwillende wezens van het licht van de bron om me te helpen mijn beperkingen te overstijgen en mijn ware potentieel te omarmen, om op te staan om de gouden frequenties van overvloed, universele liefde te belichamen en de verandering te zijn die ik in de wereld wil zien. Ik wens een wereld te co-creëren waarin we leven in vrede, welvaart, authenticiteit en vriendelijkheid. Ik beloof mijn deel te doen en niet te stoppen met het worden van de meest liefdevolle en authentieke versie van mezelf die ik kan zijn. Ik vertrouw erop dat het nu zo is en ik ben dankbaar en voldaan. Ik beveel nu mijn geest om alle programma's en overtuigingen te verwijderen die me ervan weerhouden te accepteren dat ik in een oogwenk kan veranderen wanneer ik dat wil. Ik verbind me nu met mijn toekomstige zelf die alles is wat ik wil zijn en download en activeer in mij dezelfde hulpbronnen om mijn beste toekomst aan te trekken met het uiterste aan geluk, gratie, genot en gemak. Zo is het nu, dus het zal zijn, of zelfs beter dan ik me kan voorstellen. Dankjewel. Ontspan je ogen en tong en laat je lichaam ontspannen alsof je naar beneden zinkt in een zachte, comfortabele stoel. Stel je voor dat je nu bent omringd door het witte licht van bescherming. Dit licht houdt alle lagere frequenties op afstand en zorgt ervoor dat alleen datgene wat voor je hoogste goed is, je kan bereiken. Adem dit licht diep in en uit. En stel je voor dat je nu verbonden bent met het nieuwe begin. In een ogenblik zullen we onze reis beginnen door de resonerende frequenties van de chakras, vergroot door de kosmische kracht van de frequenties van edelstenen, waarvan de essenties en frequenties diep zullen doordringen en onze frequenties in ons DNA, onze cellen en onze ziel naar een veel hoger niveau zullen upgraden. Je ogen en tong zijn nu ontspannen. We maken zo dadelijk 7 stappen door de chakras. Elke stap een symfonie van krachtige frequenties die je upgraden naar het volgende niveau van de kracht van manifestatie. Bij stap 7 sta je voor het portaal
naar het kristallen paleis van transformatie. Daar gaan we. Stap 1. Wortelchakra. Edelsteen, rode granaat. Omarm het aardende rood van granaat. Deze edelsteen verankert stabiliteit en veiligheid. Godin Sekhmet staat bij je en geeft moed en bescherming. Voel deze energie doordringen in je essentie. Je DNA resoneert met aardse kracht. Voel deze vibratie van de mix van edelsteen en zegen. Stel je voor hoe dit je toekomst beïnvloedt en je krachtiger maakt. Voel het. Verbeeld het je. Vibreer ermee. En activeer het in je kern. Terwijl je naar de muziek luistert, ga je dieper en dieper. Stap 2. Sacraal chakra. Oranje karneol. De levendige energie van oranje karneol stroomt door je heen. Stimuleert creativiteit. Het vermogen om plezier en passie te ervaren. Lakshmi's aanwezigheid vergroot je vermogen om aan te trekken en te manifesteren. Absorbeer deze energie diep in je cellulaire kern. Voel deze vibratie van de mix van edelsteen en zegen. Stel je voor hoe dit je toekomst beïnvloedt en je krachtiger maakt. Voel het, verbeeld het je, vibreer ermee en activeer het in je kern. Als je naar de muziek luistert, gaat het dieper en dieper. Stap 3. Zonnevlecht. Geel, citrien. Citriens krachtige goudgele gloed straalt zelfvertrouwen uit. Vertrouwend op je begeleiding en wilskracht om zelfs te doen wat onmogelijk lijkt, verbind je met de altijd stralende kracht van de zon. En met de goddelijke hulp van zonnegod Ra, til je cellen met vastberadenheid en doel. Voel deze vibratie van de mix van edelsteen, zonnekracht en Ra's zegeningen. Stel je voor hoe dit je toekomst beïnvloedt en je krachtiger maakt. Voel het, verbeeld het je, vibreer ermee en activeer het in je kern. Als je naar de muziek luistert, gaat het dieper en dieper.
Stap 4. Hartchakra. Groen. Smaragd. De verzorgende smaragd, een prachtig stralend groen, kanaliseert liefde en harmonie. Kuan Yin staat bekend als degene die onze gebeden hoort. Laten we bidden. Lieve bron, vertegenwoordigd door Kuan Yin, hoor ons gebed om samen een nieuwe wereld te creëren, waarin de volgende generaties vreedzaam samenleven in vriendelijkheid, respect en authenticiteit. We vragen uw hulp, ook om deze wereld nu en continu te co-creëren. Stel je het effect voor van je gebed. Vermenigvuldigd in de duizenden en de wereld die zich nu in deze vibratie vormt. Met Kuan Yin's begeleiding laat jij je DNA liedje zingen van compassie, liefde en eenheid. Voel deze vibratie van de mix van edelsteen en Kuan Yin's zegen. Stel je voor hoe dit je toekomst beïnvloedt en je krachtiger maakt. Voel het, verbeeld het je. Vibreer ermee en activeer het in je kern. Als je naar de muziek luistert, gaat het dieper en dieper. Stap 5. Keelchakra. Blauw, aquamarijn. Het rustige blauw van aquamarijn sluit aan bij zelfexpressie. Laten we Hamid aanroepen, de engel van wonderen, om ons pad te zegenen met vele wonderen, geluk en synchroniciteiten, die portalen naar de gouden tijdlijn zullen openen. Herhaal dit 3 keer. Ik geef Hamid toestemming om mijn pad te zegenen met vele wonderen, geluk en synchroniciteiten die portalen naar de gouden tijdlijn zullen openen. Ik geef Hamid toestemming om mijn pad te zegenen met vele wonderen, geluk en synchroniciteiten die portalen naar de gouden tijdlijn zullen openen. Ik geef Hamid toestemming om mijn pad te zegenen met vele wonderen, geluk en synchroniciteiten die portalen en de gouden tijdlijn zullen openen. Voel de zegen. De engel Hamid zorgt ervoor dat jouw essentie resoneert met waarheid en helderheid.
Voel deze vibratie van de mix van edelsteen en zegen. Stel je voor hoe dit je toekomst beïnvloedt en je krachtiger maakt. Voel het. Verbeeld het je. Vibreer ermee en activeer het in je kern. Als je naar de muziek luistert, gaat het dieper en dieper. Stap 6. Derde oogchakra. Indigo. Lapis lazuli. Lapis lazuli's diepe indigo wekt intuïtie en paranormale inzichten. Laat een beroep doen op Horus, een Egyptische god in de vorm van een valk, wiens rechteroog de zon is, die kracht en veerkracht vertegenwoordigt, en wiens linkeroog de maan vertegenwoordigt voor genezing. Sta Horus toe om je te zegenen met heling en kracht, waardoor de krijger in jou en de genezer wakker worden. Horus, versterk deze frequentie nog meer, waar je derde oog verder kan waarnemen dan de illusie van de werkelijkheid. Stel je voor dat je de intentie van iedereen met wie je omgaat kunt begrijpen en voelt of er een verborgen agenda is. Voel deze vibratie van de mix van edelsteen en zegen. Stel je voor hoe dit je toekomst beïnvloedt en je krachtiger maakt. Voel het. Verbeeld het je. Vibreer ermee en activeer het in je kern. Terwijl je naar de muziek luistert, gaat het dieper en dieper. Stap 7. Kruinchakra. Violet amethyst. De etherische amethyst verbindt je met kosmisch bewustzijn. Laten we Ganesh, de olifant aan het hoofd van God, van wijsheid, welvaart en geluk, oproepen om ons te zegenen met de co-creatie van de nieuwe wereld en ons pad naar de beste versie van onszelf. Met de zegeningen van Ganesh lossen barrières op en stemt je DNA zich af
op goddelijke wijsheid. Voel deze vibratie van de mix van edelsteen en zegen. Stel je voor hoe dit je toekomst beïnvloedt en je krachtiger maakt. Voel het, verbeeld het je, vibreer ermee en activeer het in je kern. Terwijl je naar de muziek luistert, gaat het dieper en dieper. Zie het gouden portaal voor je. De poort naar het kristallen paleis van genezing en transformatie. Voordat je binnengaat, weet dat elke keer dat je door dit gouden portaal gaat, je essentie ook het volgende hoogste niveau mogelijk maakt. Daarom wil je deze audio minstens 7 keer herhalen. Ook deze zegeningen en upgrades verankeren naar het diepste niveau van je essentie. Bij de telling van 3 ga je door het portaal, dat er elke keer anders uit kan zien. Omdat je meer zult zien naarmate je een upgrade krijgt. 1, 2, 3, je kunt nu door. Als je het kristallen paleis binnengaat, wachten krachtige transformaties. Als je door dit portaal loopt, ontvang je nog meer zegeningen. Eén, etherisch lichaam. Engelen en de 9-dimensionale Blue Avians, extraterrestrials, zuiveren je etherische lichaam en reinigen alle meegenomen negatieve energieën. Je aura straalt nu van zuiverheid. Twee. Emotioneel lichaam. De aartsengel Rafael, de allerhoogste engelachtige genezer, heelt met zijn zachte aanraking emotionele littekens, trauma's. Elk hartzeer, elk verdriet wordt vervangen door liefde en sereniteit. Laat dit ook gebeuren en laat je pijn en lijden los. Neem die beslissing nu. 3. Mentaal lichaam. Engel Metatron is hier ook om je te dienen en je te begeleiden naar de gouden tijdlijn. Daarvoor
herprogrammeert hij nu je mentale kader, waarbij hij beperkende overtuigingen uitwist. Je gedachten stralen van helderheid en positiviteit. Je bent klaar om geleid te worden en ook het gefluister van je gids Metatron te horen. Je wordt beschermd door de kubus van Metatron. Laat Metatron je nu een boodschap geven. Open jezelf om te ontvangen wat Metatron aan je wilt meedelen. Ik roep je aan om ons te begeleiden op deze reis en ons de kracht en moed te geven om onze ware zelf te worden. Ik stel me open voor wonderen. Laten we nu de aartsengel Michael aanroepen om ons te beschermen en te begeleiden. Laten we Horus uitnodigen om ons te zegenen en ons te verbinden met onze oorspronkelijke blauwdruk. Laten we Ganesh oproepen, de olifanthoofdige god van wijsheid, welvaart en geluk. Gouden energie-integratie. Laat een beroep doen op Fortuna, ook bekend als de godin Tyche, de Griekse godin van synchroniciteit, en vragen om haar zegen en meer positief karma en geluk. Voel haar zegen, terwijl ze haar betovering van geluk en voorspoed uitspreekt en ervoor zorgt dat elke stap voortaan leidt tot geluk en de gouden tijdlijn. In het kristallen paleis, bij de telling van 3, sta je op het kristallen bed van afstemmingsfrequenties met de koning Archon van de kristallijn rijk. 1, 2, 3. Stel je voor dat je nu op een kristallen, comfortabel, maar stevig bed ligt, dat gloeit met miljoenen kristallen die trillen in alle lichten van het universum als een lichtshow. Voel de hoge frequenties van de edelstenen. Je bent nu in de kristalwereld waar elke edelsteen een bewustzijn heeft. Dan heb je hier een stem met een hogere frequentie. Welkom in mijn kristalrijk. Elke keer dat je hier komt, zul je worden uitgeleid naar een hoger niveau van licht, zodat je leven lichter zal worden. Ik ben Archon en geef je mijn zegen. In de volgende minuut zal ik kleine kristallen in al je gewrichten en organen plaatsen om je naar het volgende niveau te upgraden. Het zou best kunnen dat je dit achteraf voelt. Misschien
heb je dromen erover. Of je kunt vergeten dat het is gebeurd en toch gebeurt het nu. Rust hier, voor momenten of eeuwigheid. Je mag altijd terugkeren. Laat de magie van dit rijk diep in je integreren. De heilige energieën verstrengelen zich met je cellen, je DNA, echoend in de stille kamers van je ziel. Voel het. Ervaar het. Neem het op. Voel nu een zachte aantrekkingskracht die je terugtrekt naar het rijk van het bekende. De transformaties die je hebt ondergaan integreren in je onderbewustzijn, in elke cel, elke streng van je DNA, elke vezel van je zenuwstelsel. Voel het, weet het, het gebeurt nu. Langzaam begeleid ik je terug. Eén. Voel je bewustzijn terugsmelten met je fysieke lichaam. Elke les, elke verandering die wortel schiet. Twee. Voel de energieën die zich van binnen stabiliseren in harmonie met je dagelijkse realiteit. Drie. Begin je bewust te worden van je omgeving, de geluiden, de lucht, de grond, hoe je zit of hoe je ligt. Vier, haal diep en revitaliserend adem en draag de herinneringen en zegeningen van het astrale rijk met je mee. Vijf, open je ogen, volledig ontwaakt, verjongd en getransformeerd. Klaar om dit nieuwe hoofdstuk met gratie, gemak, liefde en kracht te leven. Welkom terug. En tot de volgende keer. Koester deze ervaring. Laat elk moment een bewijs zijn van jouw kosmische evolutie. Deel het met je geliefden. Hoe meer meedoen, hoe sneller we de nieuwe wereld co-creëren. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.